Ik ben Klaas-Jan Boezekol, ik ben directeur-eigenaar van OCB Bouw BV, een ontwikkelende aannemer uit Ommen. Nou, wij werken heel veel in de regio Zwolle en met name ook in de stad en nou ja, richting de polder zeg maar, reizen wij regelmatig. Het is een lang gekoesterde wens eigenlijk vanuit de bedrijvenkringen van Ommen, Hardenberg, Dalfsen, maar ook nu Leuze en Leemleveld om de wegenstructuur in het Vechtdal voor elkaar te krijgen. Het probleem was eigenlijk dat je eigenlijk direct al bij de afrit van de A28 bij een stoplicht terecht kwam. En dan iets na het stoplicht was een spoorwegovergang. Dat betekende vaak dat de reisafstand van Zwolle naar Ommen soms al 3 kwartier tot 50 minuten was. Alleen doordat de spoorlijn dicht zat en die stoplichten. Ja, de uitkomst van de N340 dat die gerealiseerd is, betekent voor ons concreet dat ons personeel iedere dag op de heen- en de terugreis minimaal 1 kwartier tot 20 minuten minder reistijd heeft. Dat is voor het personeel fijn, maar ook voor onze bedrijfskosten en eigenlijk voor de motivatie van de mensen. Dus 30 jaar lobby heeft zeker gewerkt. Ja, de lobby hebben wij eigenlijk gedaan vanuit de ondernemersvereniging Ommen. We hebben heel veel afstemming gehad met de industriekring Hardenberg. Vanuit Dalfsen de ondernemersclub en de ondernemersclub uit Leemleveld en Nieuw-Leuze. Nou, dat heeft eigenlijk geresulteerd in een goed samenwerkingsverband met elkaar tussen die kringen, waarbij we eigenlijk VNO en MKB ook hebben opgezocht om te kijken van hoe kunnen we die lobby structureren. In die periode zijn wij ook samen met Auke Oosterhoff van VNO-NCW een aantal keren wezen inspreken bij PS, Provinciale Staten. Dus ook je ziet zo'n jarenlange lobby, je leert elkaar kennen en het is veel duidelijker wat doet VNO eigenlijk van je, voor je als ondernemer. De Vechtdalverbinding zoals die nu gerealiseerd is, is denk ik niet alleen voor de bedrijven, maar voor alle inwoners van het Vechtdal echt van belang. Het is een veel betere weg geworden, minder overlast voor de aanwonenden en doordat we beter bereikbaar zijn, zijn de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, ja, komen ook qua ligging en locatie veel beter te liggen en een aantrekkelijker woongebied geworden.